Nora hier. En Nabila. Yes. En waar gaan we het vandaag over hebben, Nabila? Identiteit, Nora. En waarom identiteit? Omdat ik merk dat steeds meer mensen het lastig vinden om een eigen identiteit te vormen. Oké, okay. Ja. Heftig. Ik heb daar ook last van gehad. Wanneer? Eigenlijk mijn hele leven. Nog steeds, still the crisis. Ik moet zeggen dat ik het nu een beetje heb losgelaten. Ja. Maar daar is eigenlijk mijn hele page op gebaseerd ook. En op de vraag, wie ben ik eigenlijk? En weet je wat ik ook veel merk? Nou. Dat als wij vragen aan iemand, wie ben jij? Dat ik een hele cv opgezond krijg. Ja, impressive. Als het indrukwekkend is, zou ik het ook zeggen. Ik ben astronaut en part-time piloot. Maar dat is niet je identiteit. Nee. En wat je dan vaak krijgt, als dan zo'n job bij wijze van wegvalt, wordt ontslagen, dan merk je dat heel veel mensen dan hun identiteit zichzelf kwijtraken. Ja, omdat ze zichzelf hebben gebouwd op een factor die eigenlijk niet stabiel is, die niet constant is. Dus je hebt je identiteit ontleend aan een beroep of aan een status? Ja. Oké. Okay. En dat is wel grappig, want hoe meer ik zeg maar ging onderzoeken wie ben ik, hoe moeilijker ik het nu vind om wie ben jij te beantwoorden. En als ik jou nu vraag, wie ben jij? Een constante verandering. Nice! Ja, ja, dus het hangt er vanaf wanneer je me de vraag stelt. Zou je me vandaag stellen, krijg je een heel ander antwoord dan als je het volgend jaar zou vragen. Mooi. Ja. Mooi. Wie ben jij, Nora? Wie ben ik? Ojo. Ik vind hem echt heel moeilijk te beantwoorden. Want ook ik probeer zeg maar mijn identiteit niet te koppelen aan wat ik doe. Wat je zegt, constant in verandering. Ik ben constant in verandering. En hoe doe jij dat? Want het lijkt me best wel lastig, hè? Marokkaanse, onderneemster, moeder, echtgenote, dochter. Ja. En dan nog heb je een stukje Nora. Ja. Hoe vind je tussen al die verschillende factoren eigenlijk een stukje eigen identiteit? Ja. Terwijl je het vraagt, ben ik aan het nadenken. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben steeds meer ruimte aan het maken voor Nora. En Nora en met het creëren, het groter maken van Nora, probeer ik dingen te doen die echt dicht bij mij liggen. Dus weer theater oppakken of trainingen geven, wat ik het allerliefst doe. Dingen maken die mooi zijn, die belangrijk zijn, net zoals dit. Over thema's praten die mensen raken of die nodig zijn. Dat is, dus ik maak steeds meer ruimte voor Nora, wat ik eigenlijk... Sinds ik bestaaf, sinds ik me kan herinneren, niet heb gedaan. Want je bent altijd in dienst van. In dienst van je ouders. Je moet altijd ten dienste staan. Altijd ready, altijd paraat. Dan ga je trouwen en dan moet ik zeggen dat ik een hele lieve partner heb, hoor. Maar dan ga je trouwen en dan ben je de vrouw van. Het lijkt alsof je nooit eens jezelf kunt zijn. Je moet altijd rekening houden met de label die je opgeplakt krijgt. En ik ben eerlijk gezegd dit jaar wel een beetje begonnen met nee. Me-time. Nora gaat nu gewoon haar ontwikkeling in en die gaat het aan en ze pakt alles wat ze pakken kan en we zien wel wat ervan overblijft. Jongens, wereld, pas maar op hoor. Badam bam, pst. Kom wat aan hoor. Wow. Wow, tsunami. Nee, ik ben er even bang van. Wat dan? Nee hoor, nee, nergens voor nodig. Nee, het was alleen maar mooi, maar ook herkenbaar tegelijkertijd. Ja. Want dat stuk had ik jou zeg maar, ik denk ongeveer 5 jaar geleden voor mezelf. Wow! Ja, dat ik merkte... Laat bloeien. Nee, maar dat ik merkte dat ik eigenlijk nooit iets aan het doen was wat Nabila wilde. Ik was eigenlijk andermans dromen aan het waarmaken. Juist. Wat ook niet verkeerd was, want ik werk dan bij een familiebedrijf, bij mijn vader in de zaak, wat ik hartstikke leuk vind. Wat ergens ook een stukje van mijn droom is. Maar ja, de Nabila van vroeger als kind wilde altijd schrijven. Mm. En ik merkte gewoon dat ik dat stukje eigenlijk helemaal niet aan het doen was. Omdat ik bezig was met anderen. En hoe meer ik zeg maar hetgene doe wat ik leuk vind. Mm-hmm. Dus te meer ik merk dat ik echt een eigen identiteit aan het creëren ben. Eeuwen, deel een beetje identiteit. Ik ben nog altijd zoekende. Nee, is een grapje. Ik heb dat met theater bijvoorbeeld. Ja. Ik hoef er thuis niet aan te komen met ik ga theater maken of ik wil dat doen. Nog steeds is dat een beetje een taboe. Men weet wel dat ik dat doe, maar we hebben het er niet echt over. En ja, en ik heb zoiets van, het is prima. Je hoeft niet mee in dat proces. Het is mijn traject en ik geniet van alles wat ik doe en wat ik maak. En ik hoef niemand daarin mee te nemen.
Maar het heeft mij wel heel erg belemmerd in mijn ontwikkeling, zeg maar. Sorry dat je even onderbreek, Nora. Ja, sorry. Okay. Soms moet gewoon even. Ja. Maar ik luister naar je. Je zegt het heel erg luchtig. Van ja, en niemand hoeft het te begrijpen. En je zegt het eigenlijk alsof het heel erg makkelijk is. Hè? Ja. Maar wist je dat dat de struikelblok is van bijna zoveel mensen? Het eigenlijk anderen willen overtuigen. Of, hè? Want het is super moeilijk om eigenlijk te zeggen, ik doe mijn ding. En ik verwacht ook geen begrip van een ander. Nee, is het ook. Alleen, kijk, theater is al eigenlijk mijn hele leven, zo niet vanaf mijn 11e zeker, mijn passie. En het is eigenlijk vanaf dat moment al een beetje tegengewerkt. En dat mag niet, dat is ook geen toekomst. Het heeft een negatief imago. Maar, dus je leert er op een gegeven moment mee om te gaan dat je dan toch gewoon die keuze maakt. Ik denk, ik ga gewoon op het podium staan. Ja, mijn ouders zijn het er niet mee eens. Ze zijn echt super boos en ze vinden het een schande. Maar ik doe het gewoon, want ik doe verder niet iets wat niet is toegestaan. Of wat dan ook binnen culturele of religieuze kaders. Maar ja, ik heb er heel veel moeite mee gehad. Het heeft er ook voor gezorgd dat er een bepaalde afstand is ontstaan tussen mij en bijvoorbeeld mijn ouders. Niet iets waar ik heel trots op ben, maar het is wel gebeurd. Snap je? En dat is dus gekomen doordat ik... eenzaam is misschien niet het juiste woord. Ik voelde me niet gesteund daarin. Waardoor ik mijn identiteit ook veel later pas ben gaan ontwikkelen. En eigenlijk is identiteit iets wat continu een ontwikkeling is. Het is niet iets wat nu klaar, dit is wie jij bent. Mm. En het is continu. Maar daar waar ik nu sta, staat de gemiddelde persoon. Nou, als we dan hebben over bijvoorbeeld ik wil niet in hokjes. Maar een gemiddelde persoon staat hier begin 20. Ik ben 35. En ik merk dat ik nu pas dingen ben gaan doen of aan het doen ben die ik toen al had willen doen, maar niet kon. Kijk, mijn verhaal en mijn journey is misschien net anders dan die van jou. Ja. Maar het is geen makkelijke. En dat is eigenlijk ook wat ik nu bij jou zeg maar hoor. Mm-hmm. Het is er eentje waarbij je eigen stem misschien meer geluid geeft, maar tegelijkertijd andere stemmen ook ergens tegen jou gekeerd krijgt. Zeker, ik krijg heel veel weerstand. Ja. Maar ik ben nu wel in een fase in mijn leven dat ik die weerstand kan hebben en kan handelen en kan parkeren. Doe je dat? Nou ja, door het niet van mijzelf te maken, niet naar mezelf toe te trekken. Want als iemand reageert op een bepaalde manier, als er iets is wat ik geleerd heb, is dat ik geen invloed heb op andermans reactie, andermans proces. Ik ben wie ik ben. Ik reageer vanuit mijn eigen referentie, vanuit mijn eigen zijn. Dat doen zij ook. En ik kan ze niet kwalijk nemen dat zij denken zoals zij denken. Alleen, ik ben het niet eens met jou. Ik zit niet op dat pad. Ik ben een hele andere route ingegaan. En that's okay. Wat voor mij vooral lastig was, is die verschillende hokjes. Hoe moet ik daarin mezelf centraal stellen? Want soms merk je ook dat mensen die bijvoorbeeld hun eigen identiteit gaan zoeken, juist hun eigen identiteit verliezen. Ja. Omdat ze dan denken dat ze drastische veranderingen moeten maken of juist delen van zichzelf moeten ontkennen en opzij moeten schuiven om zichzelf te zijn. Om te passen. Niet eens om te passen, maar ook, dat heb je ook heel erg, dat schreeuwerige van, ik doe wat ik wil, weet je, dan krijg ik Cartman in mijn hoofd van. Dat is eigenlijk ook dat bewijsdrang. Ja. Dat juist heel erg, ik ga in strijd met jullie allemaal. Ja. Ik ga alles doen hoe ik het wil. Ja. Terwijl voor mij was het de kunst van, ik hou van mijn cultuur. Ik hou van mijn religie. Ik wil heel graag meedoen met de maatschappij. Mm. Maar ik wil ook Nabila aandacht geven. Hoe ga ik die vier ballen eigenlijk omhoog houden? En ga ik niemand van hun tekort doen? Maar juist mezelf vinden door al die mooie stukken eigenlijk mee te nemen. En ik denk dat dat een hele grote kunst is, maar ook een proces is wat zich uitmondt tot rust. Als in, je krijgt dan juist niet het gevoel dat je eigenlijk wilt schreeuwen of moet bewijzen. Je krijgt dan op een vreemd manier juist zoiets van, nu klopt het allemaal. Ja. Ik kan een stukje Nederlands zijn. Ik kan een stukje Marokkaans zijn. En moslim. En ik kan islamitisch zijn. Ja. En juist die drie dingen is Nabila. En heel vaak is het of-of. Of ik moet Nabila zijn, of ik moet Marokkaans zijn, of ik moet moslim zijn, of ik moet Nederlands zijn. En ik heb eigenlijk voor mezelf een balans gevonden dat die drie dingen juist ik vormen. Ja, maar we kunnen niet ontkennen dat we eigenlijk opgegroeid zijn en opgevoed zijn met vechten op al die fronten. Thuis ben je in gevecht. Op school, maatschappij, je probeert je plekje te vinden. Dus je bent op al die fronten ben je in gevecht als het ware. Eerlijk, ik ben nu echt op het moment dat ik denk, ja, dit is wie ik ben. Je accepteert mij, top, kunnen we hartstikke goed met elkaar overweg.
accepteer mij niet ook goed. Jij jouw ding, ik mijn ding. Lekom dienen, kom wel je dien. Ja, simpel. Ja, 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 prachtig. Heel goed verwoord. Nabila, we hebben het over identiteit. Kun je in Nederland en Marokkaan zijn en moslim en Nederlander en alles wat je eigenlijk zou willen? Ja. Leg uit. Je moet daarvoor alleen andere mensen hun stemmen eigenlijk dimmen en voor jezelf uitmaken. Hoe bedoel je? Als ik een maatstaven van bijvoorbeeld, hè, want kijk, ik draag bijvoorbeeld geen hoofddoek, maar ik ben wel moslim. Ja. Ik voel me ook moslim. Ik heb echt wel een band met Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Vaak krijg je dan ook de opmerking van, hey Nabila, je zou wat meer moeten praktiseren. Maar als ik heel eerlijk moet zijn, lef. Ik vind al dat ik praktiseer. Ja. Want praktiseren betekent iets uitoefenen. Ja. Dat ik het nog niet in mijn uiterlijk laat zien, dat is een stap die ik misschien hierna wil gaan nemen. Mm. Dus als jij je eigen maatstaven volgt, dan zou het kunnen. Mm-hmm. Maar als jij de maatstaven zou volgen van al die andere mensen, nee, dan kan het niet. Okay. Ja, ik sta er op zich ook op die manier in. Alleen, ik merk wel dat het lastig is om los te komen van bepaalde patronen, maar ook groepen. Je bent onderdeel van de gemeenschap. Je bent onderdeel van de maatschappij. Je wil, bij beide partijen wil je het goed doen. Je wil ook gewoon een goede moslim zijn, voor zover. Hè, dat... Nora, ik geloof gewoon in energieën. En ik geloof dat mensen het heus wel doorhebben als je een rol speelt of als je gewoon echt jezelf bent. Ja. En ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is. Mm. En op het moment dat wij rollen gaan aannemen, ja, dan val je heel snel eigenlijk door de mand. Ja. Wat gebeurt? Dus wat zou, hoe zou ik nou... want thuis wordt er van alles van mij verwacht. Op het werk wordt er van alles van mij verwacht. Ergens anders in andere kringen wordt er van alles van mij verwacht. Hoe behoud ik mijn eigen identiteit? Dat is echt een oprechte vraag, want ik ben nog altijd zoekende. I'm getting there, maar ik ben ook zoekende. Hoe behoud ik mijn eigen identiteit, mijn eigen zelf, zonder dat ik iedereen voor de kop stoot? Want dat is ook een angst en dat is ook iets wat bij mij heel erg speelt. Door te accepteren dat je zeg maar geen controle over anderen hebt. Kijk, ja, in mijn maatstaf is ergens altijd gewoon juist mijn religie. Het is heel grappig, maar als ik van al die anderen mag kiezen, ja, dan identificeer ik me het beste met mijn religie. Omdat mijn religie er niet eentje is, helaas, die enkel alleen over geboden en verboden gaat. Maar er zit zoveel erin verborgen, wat eigenlijk gaat over hoe wij met deze situaties om moeten gaan. Ik bedoel, als ik het verhaal neem van Ibrahim alayhi salam, hij had te maken met een vader die niet blij was met hem. Met een vader die hem eigenlijk iets anders oplegde. En Ibrahim alayhi salam moest tegen zijn vader ingaan. Ja. Maar wij leren van zijn verhaal dat dat ook met respect gedaan moest worden. Ja. En zo zie je eigenlijk, als je kijkt naar de Koran, zie je eigenlijk heel veel profeetverhalen die allemaal te maken hebben gehad met bepaalde situaties waar jij en ik ook in deze hedendaagse leven ook mee te maken krijgen. Ja, maar wat nou als ik zeg, want ik ben natuurlijk voor zover het me lukt praktiserend moslim. Ik vind het wel moeilijk. Ik vind het moeilijk om die identiteit vast te houden. Ik vind het ook eng soms. Het is niet zo dat ik denk van laat maar, het hoeft niet. Helemaal niet. Maar ik merk wel dat al die halal haram die je van jongs af aan meekrijgt. Waar je, als je dat doet ga je naar de hel. Waar je mee bent opgevoed. Ik vind dat wij moslims eigenlijk een moment moeten nemen in ons leven. En die heb ik ook echt bewust gedaan een aantal jaar geleden. Ik heb toen in de spiegel gekeken. En ik heb toen gezegd, ik ben geboren als een moslim, maar ik heb nooit gekozen voor de islam. Ja, de islam heeft voor jou gekozen? Ik heb nooit bewust een keuze gemaakt van ik kies voor islam. Het is me gegeven in mijn geboorte. Ja, eens. Snap je? Maar het is geen bewuste keuze gemaakt. En alles wat jij bewust maakt, ga je onderzoeken. Ja. Wanneer is het punt geweest eigenlijk dat wij echt zelf op onderzoek uitgaan? Dus niet klakkeloos overnemen wat onze vader, moeder en door WhatsApp berichten ons opsturen. Maar echt gewoon onderzoeken. Dus van A beginnen, gewoon letterlijk alles wegwissen wat ons ooit is geleerd. En te kijken wat betekent mijn geloof eigenlijk. Ja, en toch vind ik het eng omdat er is een bepaald beeld over de islam. En je wil ook niet buiten de boot vallen. Dus als je te veel praktiseert, dan heeft men een mening. Als je te weinig praktiseert, krijg je kritiek van je eigen gemeenschap. Voor zover men kan beoordelen hoe jij praktiseert. Dat is een andere discussie. Maar ik merk wel dat ik er echt mee struggle. Ik denk, ja, hoe zorg ik er nou voor dat men ziet dat ik gewoon open mind ben. Open sta voor alles en iedereen. Stoppen met wat zeggen mensen, wat denken mensen, wat hebben mensen mij geleerd. Wat willen mensen, hoe mensen, bla mensen. En kijken naar wat is mijn missie. Wat zijn de talenten die ik heb gekregen om mijn missie überhaupt voor te zetten.
En hoe kan ik hier aan vasthouden, ja, ook als het moeilijk gaat? En dan keer je gewoon echt weer terug naar hem toe. Ja. Nee, ik hoor je en als je het zo vertelt, denk ik, ja, wel makkelijk. Waarom? Ja, duh. Het is moeilijk. En het is ook iets wat ik probeer. En I'm getting there nogmaals. Ik doe echt mijn best. Maar toch komen er toch weer dingen op je pad. Of dan hoor je weer iets. En gaat het weer over racisme, over discriminatie, over identiteitsvorming, over diversiteit, over inclusie. En dan denk je, waar ben ik in dan dit verhaal? Dan doe je hetzelfde wat alle profeten deden. Elke keer wanneer het moeilijk was, keer terug naar God. Bid twee rakaat, vraag hem om kracht. Ja. We hebben echt één bron nodig waar we continu kunnen terugkeren. Dat is juist zo mooi aan de islam. Luister, ik word er ook echt stil van, dat merk je. En dat is knap voor iemand zoals ik, dus dankjewel. Ja, maar ook jij, want het kost zoveel kracht om je zo kwetsbaar op te stellen, om je zo te ontbloten. Dus ja, echt mijn complimenten daarvoor. Thanks. Niet altijd makkelijk, maar we're trying. En voor jou thuis, mocht jij ook worstelen met jouw eigen identiteit en wil jij ons daar iets meer over vertellen? Laat het dan hieronder achter in de comments. Tot de volgende keer. Doei doei.